Zou jij willen vechten voor je land? Voor je land? Bedoel je Nederland of? Voor Nederland? Nee, nee, zeker niet. Dat is niet mijn land. Je zou niet gaan schieten op andere mensen? Nee, ik niet. Nee, nee, absoluut niet. Nou, onlangs is er weer bij 200.000 jongeren een brief op de mat gevallen waarin staat dat ze dienstplichtig zijn. En in tijden van oorlog kan het wel eens betekenen dat je naar het front moet. De dienstplichtbrief is weer op de mat gevallen. Dat klopt, ik heb het gezien. Ja, ben je er een beetje klaar voor? Ik zie dat je uitrusting al om. We hebben het bij, Jos. Zou jij vechten voor Nederland, als het zover is? Ik denk niet dat ik dat zou gaan doen. Waarom niet? Omdat ik er niet achter sta wat dit land allemaal doet. Ja. Ja. Dus jij bent niet bereid om straks kogels te vangen eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Ben je bereid om te vechten voor Nederland? Nee, zeker niet. Waarom niet? Nee, ik ben Italiaans. Ik ben Egyptisch Italiaans. Dus waarom zou ik vechten met Nederland? Omdat je in Nederland woont, neem ik aan? Nee, nee, fuck it. Nee, man. Het gaat niet aan. Ik ben er zelf op tegen, dus ik ben ook tegen oorlog en tegen vechten, dus ja. Ja. Dus je zou niet gaan schieten op andere mensen? Nee, ik niet. Nee, nee, absoluut niet. En zelf beschoten worden, lijkt dat je wat? Ook niet. Nee. Kogels vangen voor Nederland? Ja, man. Ja, maar dan kan je toch op zijn minst zeggen dat je dood bent gegaan met een eer, tof voor je land. Tegen wie ga je dat zeggen? Nou ja, onlangs is bij meer dan 200.000 jongeren weer de beruchte brief op de mat gevallen. Waarin staat dat de dienstplicht er is of hoe werkt het? Wat staat er in die brief? Ja, die hele dienstplicht is er nog. Die bestaat nog, wettelijk. Dus dan krijg je een briefje thuis, zegt let op, jij bent dienstplichtige. Ja. Alleen de opkomstplicht, dat je morgen moet melden bij een kazerne, die is afgeschaft. Ik spreek heel veel jongeren en die zeggen, ja, ik ga toch niet vechten? Dat wordt me dood. Maar jij bent niet bang? Nee. Nee, echt niet. Ik heb wel zin in juist. Je hebt zin om te vechten? Ja. Nee, ik zou het wel geniaal vinden om gewoon een potje te kunnen vechten, een paar kogels kunnen lossen. Ja, je gaat waarschijnlijk heel veel kogels vangen ook. Ja, maar die moet je op kunnen vangen. Ja? Ja, je moet... Lijkt je niet erg? Nee, nee. Als jij dus naar die frontlinie wordt gestuurd, dan ben jij niet bang om kogels te vangen? Nee. Dat lijkt je niet zo, lijkt je niet erg om kogels te hebben? Ja, het is niet fijn, maar ik zou wel vechten voor Nederland. Ja, en dan gewoon een paar kogels tussendoor? Ja, kan wel. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Nou, wat top, je bent aangenomen. Top. Het is wel een dienstplicht, dus je moet. Ja, dan ga ik wel lekker naar een ander land toe of zo. Maar je wordt wel verplicht om te vechten. Nee, ik word niet verplicht. Ik heb Italiaanse paspoort. Oh. En Nederlands paspoort. Ik heb ook Egyptische paspoort. Dus... En Nederlandse? Nee, Nederlands hoeft niet. Maar die heb je wel? Nee, mag niet. Mag niet twee Europese. Oh. Okay. Ja, zeker. Jij komt er goed onderuit. En jij? Ik heb Deense paspoort. Ja? Maar zou jij willen vechten voor je land? Voor je land? Voor, bedoel je Nederland of... Voor Nederland? Nee, zeker niet. Dat is niet mijn land. Steeds minder jongeren willen vechten voor het land. Waar ligt dat aan? Misschien moeten ze er wat aan gaan doen, zodat jongeren dat wel willen. Ja, ik weet alleen niet hoe je dat zou kunnen bereiken, maar... Ik weet ook niet, man. Wat moeten we dan doen als de oorlog uitbreekt? Gewoon op de vlucht gaan dan? Wie weet. Nou, sowieso oorlog vermijden, toch? Het is nergens voor nodig. In eerste instantie al. Dus ik sta sowieso achter geen enkele oorlog. Dus ik vind het anti-oorlog. Sowieso, man. Wat zegt het over jongeren die zeggen ik wil niet vechten? Is dat gewoon een beetje laksheid? Moeten die mensen even aangespoord worden of is het ook wel begrijpelijk? Dat is begrijpelijk. En ik kan je echt zeggen, mijn ervaring is als soldaten, bijvoorbeeld Nederlandse soldaten, moeten vechten, dan doen ze dat ook. Alleen wij leven gelukkig met z'n allen in een luxe dat die vraag morgen niet komt en overmorgen ook niet. Ja. Dus je hoeft er ook niet over na te denken. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video en wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal, druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte en dan zie ik je graag de volgende keer.